De demonstranten in de Haagse Schilderswijk staan eigenlijk al dagen bij het verkeerde politiebureau. Van bureau De Heemstraat, waar de protesten zich op concentreren, was namelijk geen enkele agent betrokken bij de aanhouding van Mitch Hernandez. De man die afgelopen weekend zeer waarschijnlijk stikte door toedoen van agenten. De Haagse gemeenteraad begon haar vergadering vanmiddag met een minuut stilte om hem te herdenken. En burgemeester Van Aartsen heeft inmiddels wel genoeg rellen gezien. Ik zou willen zeggen, we moeten er alles aan doen wat in ons vermogen ligt om dit te doen eindigen. Zojuist is er tijdens de persconferentie gezegd dat de tijd van boetes voorbij is. Relschoppers uit de Schilderswijk worden opgepakt en meteen vastgezet. Inmiddels zijn er 61 aanhoudingen verricht, onder wie veel jonge jongens, relschoppers van buiten de wijk. Voor komende nacht wordt er opgelet dat er niet wordt samengeschoold in de Schilderswijk. En de burgemeester heeft de Schilderswijkers gevraagd hem te helpen om de orde te bewaken in de wijk. Op die manier hoopt de burgemeester dat de rust in de wijk zal wederkeren.